Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar The Division. Vandaag is het weer zover en we gaan weer verder met de side missions. Dus we gaan proberen vandaag dit gebied helemaal vrij te spelen. We hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waarvan een hoop echte side missies. Dus het gaat nog krap worden, want meestal probeer ik dit binnen 25 minuten te doen. Dus we zullen er redelijk snel doorheen gaan. En ik ben benieuwd hoe ver we gaan komen. Maar dit zijn altijd wel leuke missies. Een keer even wat anders dan normaal. Blijkbaar zou hier het een en ander moeten liggen. We hebben ook amper kogels, dus dat is niet de meest goede voorbereiding. Maar op weg hier naartoe, ik probeer altijd zoveel mogelijk al te lopen, zodat jullie dat niet hoeven te zien. Kwam ik al aardig wat vijanden tegen, dus vandaar dat ik zo weinig kogels heb. Maar we pakken even gewoon ons andere wapen en zolang we geen nieuwe kogels vinden, dan doen we het ermee. Oké, hier zijn we dan. Laten we eerst even beginnen met een bommetje naar de overkant te gooien en dan maar even een andere locatie zoeken. Oh, misschien zag ik daar een barrel staan. Maar dit wapen is ook helemaal niet slecht of zo hoor. Dus dit werkt ook gewoon prima, zoals jullie wel kunnen zien. Ik weet niet helemaal goed waar de anderen zitten. Volgens mij daar een beetje aan de rechterkant inderdaad. Juist. Oké, we krijgen hier meteen een item wordt gedropt. Hier ligt een kistje. Moet ergens een kistje liggen? Hier zo. Ah ja. Daar kunnen we dus een goed item van krijgen. En we lopen even over alle lichamen heen. Zodat we zoveel mogelijk kogels oppakken. Daarbij is hier ook nog even een mobieltje. En we moeten blijkbaar met die man daar praten. Om de missie te starten. Oké, en die moeten we dus zien te verdedigen. Ik weet niet precies waar de vijanden vandaan zullen komen. Het ziet eruit dat ze nu weer gewoon van dezelfde kant afkomen. Kan ik al een granaatje gooien? Dat kan. En dat doet even goede damage. De reload time van dit wapen is wel een stukje sneller. Dus dat geeft wel goede mogelijkheden. We gaan even van koffer veranderen. En daar zijn we dan. Dus dit wapen is toch ook wel erg fijn. Terwijl ik hem niet zo heel veel gebruik. Maar misschien moet ik dat toch maar wat vaker doen. Oké, ze komen nu van de andere kant op blijkbaar. Dus dan gaan wij ook even verplaatsen naar de goede locatie. Er wordt al een bommetje naar ons gegooid. Dus daar moeten we wel even voor oppassen. Even een snelle reload. Hopelijk kan hij maar niet killen. Want hij kwam wel erg dichtbij. En hier is een soort... Ja, wat is het? Een elite-achtig iets. En we hebben hem bijna neer. Juist. En dat was de missie. Dus kort maar krachtig. Maar dat is juist het leuke aan deze missies. Tenminste, dat vind ik wel leuk. Een keer even wat anders. En er even snel doorheen. En dan op naar de volgende missie. Die waarschijnlijk ook weer helemaal anders is. Oké, de volgende missie is hier vrij dichtbij. Dat is wel het voordeel. Het zit hier allemaal wel op een hoopje. Dus... Als het goed is, moeten we wel snel kunnen komen. Het lijkt daar boven te zijn, dus laten we alvast hier naar boven klimmen. Ik zie om me heen allemaal vijanden. Geen idee waar die allemaal zijn. Oké. En dan gaan we hier de missie starten. Juist. En... Wow, wacht. Oké, we moeten de volgende antennes resetten. Je zou echt wel verwachten, daarboven staat wel een enemy, dat zie je aan de schaduw. Oh wacht, ik wou net zeggen, je zou wel verwachten dat hier enemies waren, maar ik was in het begin gewoon even heel schil, want ze zitten toch zeker wel. Je merkt dat dit wapen wel een stuk minder goed is op iets langere afstand. En nog eentje te gaan. Oké, daar waren ze. Ze hebben niet heel veel kogels gedropt, dus dat is wel jammer, want die gaan we toch echt binnenkort wel nodig hebben. Want ik begin ook met dit wapen weer bijna te weinig kogels te hebben. Maar soms heb je wel dat bij zo'n quest zo'n plek is om al je kogels weer opnieuw te krijgen. Juist, oké. Hier hadden we wel even wat kogels die we op konden pakken en we moeten blijkbaar daar naartoe. Ik denk dat we daar wel zo kunnen komen. Allee op. Helemaal goed, hier naar boven. Ja, aan die blauwe kleden, daar kan je zien, dat doen ze blijkbaar expres. Dat zijn plekken waar je naar boven kan klimmen, dus dat is goed om te onthouden.
En dan gaan we door. En hier moeten we ook nog iets resetten. De power van de antenne blijkbaar. En dat was hem. En daarbij zijn ook altijd van zulke kistjes die dus weer goede items geven. Dus dat is natuurlijk altijd goed. Oké, dus we gaan er redelijk snel doorheen. We hebben hier nog, even kijken, een side missie. En dan kunnen we zo een beetje naartoe. We hebben ook nog een parts. Nou ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. Laten we deze doen. Ja. Hold up. Dit is een van de kortste touwen die ik ooit heb gezien. Maar ik vind het prima. Gaan we hier naar beneden. Zijn dat nou vijanden daar? Nee, dat zijn goede. Oké. Anders had ik ze wel van een gave hoogte neer kunnen schieten. Maar zullen we mij even niet doen op het moment dat ze bij ons horen. Oh man. Er hangt gewoon iemand aan. Wow, what? Wat is dit? Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar dit ziet er niet helemaal goed uit. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Zo, de kutter. Oké, maar dat is random. Blijkbaar is de game natuurlijk nog niet helemaal optimaal. Maar wat kan je verwachten van een game die net een paar dagen uit is? En ik ga ervan uit dat ze binnenkort zulke kleine bugs nog wel oplossen. Maar ik moet zeggen, tot nu toe, voor een game die net uit is, werkt het toch allemaal wel heel vloeiend. Even kijken hoor, want ik zie hier ook een quest aan de linkerkant. Van welk gebied is dat? Oh, dat is van dit gebied. Ja, dat doen we wel als we dat gebied ook gaan vrijspelen. Woop. Even dekking zoeken voordat we worden neergeschoten. We kunnen nog even een bommetje neergooien. Bijna. Oké, ze zijn hier. Gelukkig. Wow, ik schrok me echt even rot. Opeens kwamen al die gasten uit de middle of nowhere. Kijken of we nog wat ammunition kunnen krijgen. Volgens mij helaas niet. Hier kunnen we in ieder geval de volgende missie starten. Reach the supply drop zone. En die moeten dan telkens zien te verdedigen. Het is daar wel boven. Wacht eens even. Ah, we kunnen hier via busje. En we kunnen hier nog wat oppakken. En de supply drop die wordt al aangevallen. En je ziet daar dat levensbalkje. Dus we moeten een beetje vaart maken. Oké, daar waren we gelukkig net op tijd. Maar volgens mij moeten we al meteen door naar de volgende. Dit zijn altijd een beetje hectische quests waarbij je van het ene punt naar het andere punt moet vliegen. We hebben wel een mooie punt hier waar we een beetje adventures kunnen pakken. Alleen we hebben niet zo heel goed overzicht. Man, wat een rot ding. Soms dan heb je echt zo'n goed punt en dan zit je gewoon de helft van je scherm tegen een muurtje aan te kijken. Dat is niet echt ideaal. Laten we in ieder geval even een bommetje daar dan gaan gooien. En vervolgens een beetje een goede locatie gaan zoeken. Als ik kan schieten. Oké, twee neer. Nog eentje te gaan. En die ook neer. Deze dropt ook weer gelijk een item. Dus het is 1,5 feest hier. Hier liggen wat kogels. Dus die gaan we sowieso even oppakken. Want daar gaan we vrij snel doorheen. En dan gaan we meteen naar de volgende. Die is hier niet al te ver vandaan. Maar we moeten hier wel even overheen. Of we konden er ook onderdoor. Maar misschien is dit ook helemaal geen slecht idee. Want dan hebben we denk ik wel een goed overzicht. Juist. Oké, maar zoals je ziet. Ik mis vrij veel kogels. Want dit is van een net iets grote afstand. Dus dan is dit wapen daar beter voor. Wow, hij komt echt gewoon naar boven ook. Gekke vent. Dus rustig gaan. En de laatste die we moeten verdedigen is blijkbaar weer hier op het plein. Oh, daar kwamen ze al allemaal aan. Laten we even achter gaan zitten. Oh, dat kan nog ineens. Oké, dit is echt niet handig om hier te zitten. Maar ik denk wel dat we het overleven. Juist. Kijk eens aan, en dat was de missie die we moesten doen. Dus dat is helemaal goed. Ik ben een beetje aan het twijfelen of we terug moeten gaan naar de basis. Ja, misschien kunnen we even terug gaan naar de basis, want we moeten hier ook een missie doen. Echt gewoon direct naast.
Daar moeten we even wat inleveren. Dan kunnen we meteen even wat kogels ophalen, ammunition. Volgens mij is die missie trouwens die we daar moeten doen heel kort hoor. Dat we gewoon even een kastje open moeten trekken. Dus dat stelt heel weinig voor. Maar dan hebben we in ieder geval weer wat ammunition. Zodat we met voldoende kogels door het leven kunnen gaan. Kijk, dit is hem inderdaad. Juist. Dus zo proberen ze een beetje te sturen van in welke volgorde je welke gebieden vrij moet spelen. En dat is op zich, vind ik wel fijn dat ze dat doen. Oké, dus we hebben nog 3 missies te gaan. We beginnen met deze hieronder en dan gaan we zo naar boven werken. Wow. Hier blijkbaar naar buiten. Ik had in het begin had ik het nog helemaal niet door. Toen ging ik eigenlijk al die main missies doen. Ik dacht, die side missies ja, die zijn helemaal niet zo belangrijk. Maar echt, daar ga je zo snel levels door omhoog. Veel sneller dan op het moment dat je alleen maar van die main missies dungeon-achtig iets doet. Dus, dit wordt wel gaaf trouwens. Je werd even een granaatje naar me toe gegooid en daardoor werd ik wel knijterhard geraakt omdat ik niet helemaal de goede kant op jumpte. Laten we de overgebleven soldaten even uitschakelen. En dat waren ze. Ik weet niet wat voor plek dit precies was. Dit was toch nog niet de missie, of wel? Nou, misschien ook wel. Ja, dit was al wel het missiegebied. Oké, toevallig. We moeten deze activeren en waarschijnlijk dan verdedigen. Ja, dus voor een minuut lang moeten we het zien te verdedigen. En dan moeten we even kijken van welke kant de vijanden aan kunnen. En we hebben hier echt wel een mooi plekje waar we op kunnen zitten. Waar we redelijk goed van elke kant kunnen dekken. Bijvoorbeeld hier. Go. Het is wel gaaf om hier zo op dit hoge puntje te zitten. Oké, hopelijk doet mijn bom wat schade. Maar dat ziet er redelijk goed uit. Bijna iedereen neer. Dat waren ze volgens mij. Misschien komen er straks nog wat van deze kant. Dat kan ik me wel voorstellen. Daar zie ik ook wel wat mensen staan. Ja, daar komen ze inderdaad. Tenminste, ik neem aan dat ze dat waren. Anders heb ik nog een grotere puinzooi van gemaakt dan het al was. Oh nee, dan waren ze dus blijkbaar niet. Oké, nu komen ze echt van alle kanten af. Maar ik denk dat we het wel moeten halen. Maar het wordt gewoon ietsje meer moeite doen. Wow. Zo. Lekker dan, jongen. Wow, deze gast is wel ietsje beter. Oké, nou is het tijd om naar beneden te gaan. Wow. Oké, waar kwamen die gasten opeens vandaan dan? Ik kon gelukkig nog net op tijd healen, want hij deed wel echt veel veel damage. Laten we even via de zijkant gaan. Gaan we even ons bommetje erop afsturen. Ik sta hier echt niet handig trouwens. Oké, bijna iedereen uitgeschakeld. Ik weet niet hoeveel levens ik heb. Oh jawel. Ik wilde net zeggen, ik kan het niet zien. Die is bijna neer. Kom op. Hij gaat nu vluchten. Dus dan is dat het moment om hem proberen neer te schieten. De Bullet King. Dat is zijn naam. Dat is wel een stikke naam trouwens. Laatste beetje. Juist, en dat was hem. En daar krijgen we dus ook een goed item voor. En dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Aangezien ik volgens mij gewoon een groep aanviel dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was om aan te vallen. Tenminste niet bij de quest hoorde. Dit kunnen we even verzamelen. En we zijn nu alweer bijna door al onze kogels heen. Dat is echt ongelooflijk. Maar laten we doorgaan naar de volgende quest in de hoop dat we daar nog wat kogels gaan tegenkomen. People are being held hostage by some Rikers. Those are the facts. It's
is not my place to say if those hostages are distressed, excited, or relieved to be in such a place of danger. Nonetheless, we are suggesting you put an end to it for practical reasons. Very disappointing. I'm telling you, what I'm seeing here are the bricks. Agent. I got word from an informant. Oké, okay, we moeten hier in ieder geval naar beneden in deze tunnel. Ik vind eigenlijk wel, zeker op late level heb je echt veel last van te weinig kogels. En dan zouden ze misschien wel wat meer plekken moeten maken waar je weer je ammunition bij kan vullen. Want op het moment dat je zoveel kogels nodig hebt om iemand te killen, moet je in ieder geval wel voor zorgen dat je voldoende kogels kan zoeken overal. We gaan wel lekker diep ondergrond. We zijn er bijna level 17, het scheelt niet meer veel. Want op het moment dat je deze quest allemaal doet, ga je zo snel levels omhoog. Dat is echt ongelooflijk. We zien daar een aantal vijanden staan. Kijken of we onze bom daar naartoe kunnen gooien. Dat lijkt niet het geval te zijn. We kunnen wel even hier naartoe gooien. En dan een stukje dichterbij lopen. Oké, die zijn neer. Maar dat was, neem ik aan, nog niet alles wat we inderdaad moesten doen. Wel een gave plek hoor, in zo'n rioolachtig iets. Klinkt hier ook een beetje spooky. Maar als het goed is, zijn hier wel weer wat vijanden. Ja, ze hebben hem al gezien. Oké. Daar gaan ze bijna allemaal epicsen. Wow, de laatste nog even. Kijken wanneer hij met zijn hoofd omhoog gaat. Kom op. Juist, dat was hem. Oké, op mijn minimap zie ik nog wel dat er meerdere mensen zijn, maar zover ik nu kan zien, zie ik nog niemand staan. Wat was dat geluid? Ik was even om me heen aan het kijken of er eventueel nog kistjes lagen. Zo, maar we gaan nog dieper. Onder de grond, echt. Ik weet niet waar we straks uitkomen of we überhaupt hier nog wel ooit uitkomen. We lopen nu lekker door de drap. Oké, we kunnen twee wegen. De vorige keer werd ik heel erg beloond op het moment dat ik omliep. Ik weet niet of dat echt weer het geval is. Nee, het maakt niet zoveel heel veel uit. Turn on the weapon generator. En eindelijk inderdaad kunnen we hier onze ammunition aanvullen. Maar ik heb dus het idee dat ze dat misschien nog net op ietsje meer plekken zouden kunnen doen. Naar mijn mening hoor. Oké, dus die is aangezet en defended. Oké, dat moet denk ik wel lukken. Laten we eens even kijken waar allemaal vijanden vandaan komen. Hier komen een aantal al. Misschien kan ik daar een balletje naartoe gooien. Van welke kant komen ze? Nou, ik gooi hem anders wel even hier. Misschien dat als er straks vijanden komen, dan word ik in ieder geval opgemerkt. Wow, dit is wel een gaaf gevecht op zich zo over de brug. Maar ook wel lastig. Maar ik denk dat het tot nu toe gewoon zo even wordt. Dit is blijkbaar sniper. Die doen altijd al ietsje meer damage. Oh, hier wordt een bommetje naar me toe gegooid. Dus daar ga ik even net buiten staan. En we krijgen aardig wat damage binnen. Dus we zullen eens even wat gaan healen. We zouden op de een of andere manier wel daar naar de overkant ook moeten kunnen gaan. Die sukkel gooide echt net die granaat op dat randje. Oké, we zijn er bijna doorheen. Nog eentje te gaan, denk ik. Juist. En ik wil eigenlijk eerst even mijn spullen oppakken. Hoe ga ik daar komen? Dat is wel best wel lullig. Al mijn spullen liggen daar. Nou, misschien kom ik daar straks nog wel. Oké, ja. Ik denk dat we anders gewoon hier naar beneden kunnen en misschien op die manier kunnen komen. Wauw, wat een gekke plek is dit nou weer. Oké. Wow, en hier is de bos. Soort van. Ik weet niet of we hem wel zo kunnen gaan killen als hij zo dichtbij komt. Want hij lijkt niet heel bang te zijn. Laten we even wegrennen.
Dit is niet best. We moeten sowieso ietsje meer afstand. Wow, wacht. Ik dacht dat hij bijna dood was, maar blijkbaar was dat niet het geval. Oké, we moeten even healen. We hebben hem ongeveer op... Ja, dit is wel ongeveer de helft. Maar we moeten nog wel aardig wat kogels in hem schieten. Gooit hij ook nog een granaat naar me toe. Wel een leuke dude, manieus. Oké, begint aardig ver te komen. Laatste beetje. Juist. En deze doet nog even. Woe! Oké, dat was wel een gave missie hoor. Wat een vent. Hij dropte geen items. Dat had ik trouwens wel verwacht. Misschien dat we nog ergens een box vinden. Want anders is dat wel een hele matige beloning voor onze prestatie. We moeten ook nog steeds daar onze spullen oppakken. Misschien gaan we dat nu gewoon doen. Juist, oké. Dus we kunnen nu inderdaad onze spullen oppakken. Maar we kunnen twee kanten op. Dus... Eigenlijk wil ik ook nog even die andere kant op. Ah, we moesten hem bevrijden. Nee, oké, dit is het wel. En daar ligt wel een kistje. Dus we krijgen wel die beloning die we inderdaad hoopten. Twee zelfs, oké. Dus dat is wel helemaal sick. We hebben ze in ieder geval bevrijd. Die gasten die gevangen werden genomen. Dus dat is een goed teken. En dan gaan we nu de laatste... Laatste? Laatste missie doen. Hier niet al te ver vandaan. 60 meter, maar... Dat klinkt heel dichtbij, maar het wordt wel ietsje lastig om daar te komen. Ik heb woord van een informant dat de cleaners had een binder met wat useful informatie. Though, keep in mind the eyes. We moeten zo wel weer even. Oh, ik had er eigenlijk ammunition bij moeten pakken. Dat was beter geweest, want we hebben aardig wat opgeschoten. Nou ja, we hoeven nog maar één missie, dus hopelijk halen we dat met de kogels die we nu hebben. Je zou denken, we hebben 550, dat is meer dan voldoende, maar ik kan je verzekeren, dat valt soms echt vies tegen. En dan gaan we dan weer heel de weg naar boven klimmen. En we zijn alweer boven. Oké, hier wordt iemand in elkaar geslagen. Dat laten we natuurlijk niet zomaar gebeuren. En het ziet er naar uit dat hier binnen iets in een van deze tenten ligt. Een belangrijk document. Dit is niet rocket science. You don't need a degree from some fancy college to understand. Nou, laatste quest dus. Hier niet al te ver vandaan, heel dicht in de buurt zelfs. Alleen wordt wel goed bewaakt door allemaal gasten. Maar van level 13, dus over het algemeen moet dat meestal wel lukken. Probeer dus voldoende damage te doen dat ze allebei net dood gingen, maar had het net niet helemaal goed ingeschat. Oké, we moeten een beetje naar boven. Scope. Oh, een echo. Hoort dat bij deze quest? Zou zomaar kunnen. Zou we kunnen dat dit een quest is met van die verschillende parts. Vanguard, grab your bag and proceed directly to Blacksite Delta. And avoid engaging any hostiles. May as well keep a low profile while we have the option. Copy that. Vanguard out. Blacksite Delta? The fuck are you? CIA or some shit? Or some shit. Oké. Hij zegt ons dat we daar naar boven moeten gaan. Dus laten we dat dan maar doen. Maar het rare is dat hij dat ook al daarvoor zei. Dus ik weet niet waar dit bij hoort. Precies. Hier is in ieder geval wel een kistje die we kunnen openen. Met een heel goed item erin. Voor level 17, dat zijn we net geworden. Dus daar kunnen we straks even naar kijken. En wat hebben we hier? Wow, was serieus dat makkelijk? That easy wilde ik eigenlijk zeggen. Dat makkelijk. Bijna goed. Ik hoor hier een raar... vliegtuiggeluid. Dat is volgens mij voor het eerst dat ik dat in ieder geval zie. Laat ik eens even kijken of ik het kan oppakken. Dan ga ik even hier naar beneden. Wat is dat? Oh, loop ik er juist nu van weg. Want daarnet stond het nog op de map. En nu niet meer. Lijkt wel of het hier binnen is.
What? Het lijkt of dit het inderdaad is. Maar wat wel eens dat ik ermee doe. Ik kan er een beetje op proberen te schieten, maar... Dat zeg ik trouwens nu wel, maar dat... valt eigenlijk helemaal niet mee. Maar wel eens anders dat ik... wel eens dat ik daar anders ga komen. Ik kan hier niet dit gebouw binnentreden. Was dat het of niet? Ik heb geen idee wat ik daarnet heb gedaan, maar het staat hier iets over crashed drone. Ja, misschien kunnen we het nu pas oppakken of zoiets. Ja, nu ligt het pas op de grond. Kan ik daar nog naar boven? Als ik weer helemaal om moet lopen, dan word ik echt gek hoor. Zo ziet het er namelijk al een beetje naar uit. Oh man. Oké, dus je moest eerst het ding uit de lucht schieten vanaf hier en dan moet je weer naar boven. Dat is ook een manier. Holy crap. Ja, gaan we het helemaal doen. Oké, nou het is echt de eerste keer dat ik dat ding tegenkom. Dus ik wil het gewoon even kijken of we eventueel een echte super spannende beloning krijgen die we nog nooit eerder hebben gehad. Een epic item dat niemand ooit eerder heeft gevonden. Dan is het de moeite waard. Mocht het nou zijn dat het gewoon weer bullshit is, dan is het zeker niet de moeite waard en dan weten we dat voor de volgende keer. Oh, wat? Oké. Dat was een leuke aankondiging, maar verder niet heel duidelijk wat het bericht was. We doen dit nog even dus op het laatste en dan gaan we vervolgens onze questen inleveren om de beloning te krijgen. Dit zijn goede gasten. Hier kunnen we overheen. Ze moeten gewoon weer even hetzelfde lopen als daarnet. Ja, dit hebben we al geselecteerd, dus dat hoeven we ook niet meer te doen. Dit was trouwens ook raar, want dit was een side missie, maar die was echt super kort. We hoefden alleen maar even ergens naar te kijken en toen was het alweer gedaan. Hier ligt in ieder geval de crashed drone op de grond. Part of the Dark Zone project. Wat is dat nou? Project was de... Oké, ik kan niet helemaal lezen. Ja, waar blijven de epic items? Nee. Oké. Helaas niet. Dan weten jullie dan in ieder geval ook voor de volgende keer dat het... dat in ieder geval niet de moeite waard is om helemaal moeite voor te gaan doen. We gaan nu weer terug naar de Autumn's Hope Safehouse. Waar we de questen kunnen gaan inleveren. Dus hier gaan we. Oké, daar zijn we weer. Die loading screen duurt op zich niet gek lang. Het is allemaal wel de moeite waard. En dan kunnen we hem hier gaan inleveren. En dan krijgen we aardig wat X-points. En dus weer een blueprint voor de M45L. Oh, wacht. De vorige keer wist ik niet wat dat was. Maar ik denk dat ik nu wel weet wat dat was. En de eerste keer dat ik ook een purple item zie, 10.000. Wow, we hebben 27.000. Holy crap, ik wist helemaal niet dat we zo goed bezig waren. Maar volgens mij zijn die blueprints dingen die we kunnen gaan maken. Dus laten we daarvoor nog wel even kijken. Want dat wil ik eigenlijk zelf ook wel zien. En ik ga er eigenlijk ook wel vanuit dat jullie dat willen zien. Dus we gaan naar onze base of operators. Waar je dus zelf wapens kan gaan maken. Dat duurt blijkbaar ietsje langer. Maar dat is denk ik zeker de moeite waard. Want dan kunnen we misschien bepaalde items gaan maken die paars zijn. Om onze gear toch wel weer een stukje up te graden. Heel mijn gear is nu namelijk in het blauw. Maar paarse items ben ik nog niet eerder tegengekomen. Oké, daar zijn we dan. Dan gaan we hier inderdaad naar binnen. Naar onze base of operators. Operations moet ik zeggen. Ik zeg altijd operators. En ik was even aan het kijken hoe ver we de base al hadden upgekregen. Want we gaan er natuurlijk voor om die uiteindelijk helemaal 100% up te kregen. Dat zou wel gaaf zijn. En dan moeten we hier eens gaan kijken. Kijk, dus inderdaad. Dit zijn die blueprints. En dan kunnen we dus gewoon hier een wapen gaan craften.
Dat je dan kan comparen. Even kijken. Dus dat is één wapen. Hebben we nog andere gear? Ja, we hebben hier een rugzak. Die we dus zo kunnen maken. Kost wel aardig wat resources, maar het is misschien helemaal geen slecht idee om dat een keer gewoon te doen. Zullen we dat een keer proberen, want dit is gewoon een pistool, toch? Handgun, dat gebruiken we niet zo heel vaak. Maar deze is wel, denk ik wel, de moeite waard, aangezien we ook bijna of level 17 volgens mij al zijn, of heel bijna. Dus laten we deze eens gaan maken. Spannend. Oké, nou ben ik wel benieuwd. Skill Haste Disrupt Resistance. Oké, ik weet niet of dat heel goed is. Maar wat wel in ieder geval goed is, sowieso de armor. Dus laten we eens even die gaan aandoen dan. Waar staat dat ook weer? Oh, gewoon hier. Ja, true. En dan kunnen we deze al gaan selecteren. We waren dus al 17. Dus sick. Dus we hebben ons eerste paarse item. We kunnen ook meteen kijken hoe die eruit ziet. Ik weet niet of dat nog heel veel uitmaakt. Yep. Oké. Helemaal goed. Dat was het in ieder geval voor vandaag. Een iets langere aflevering dan normaal. Maar we hebben wel weer een heel gebied gecleared. Dus dat is natuurlijk altijd goed. Ik wil jullie weer allemaal super erg bedanken voor het kijken. Laat me natuurlijk weten wat jullie ervan vonden. Dit kan je doen door een berichtje in de comment section te plaatsen. Of anders een duimpje omhoog of omlaag te doen. En de volgende keer gaan we of weer zo'n quest doen. Al lijken die wel allemaal een beetje hoog level te zijn. Even kijken wat is de eerste die we kunnen doen. Level 20. Level 16. Deze zouden we dus eventueel wel binnenkort gaan doen. Ik wil jullie dus allemaal weer super bedanken. En dan zie ik jullie allemaal graag weer volgende keer.